Nu? Hé! Hey, hij doet het! Jongens, in één keer. Wat een topding is het ook, zeg. Holy shit. In één keer, jongens. Zag je dat? Hoorde je dat? In één keer. Oh my god. Oh, ik moet zelfs mijn eigen koning. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je moet niet als enige de wereld. Wacko de Pieter Official. I'm at a payphone trying to call home more than what you... Right, chat. Ik heb laatst een nieuwe video online gezet gisteravond. Superleuk. Van Call of Duty. Als je het leuk vindt, Call of Duty. Moet je het even checken. Call of Duty campaign. Op zich, ik vind... Weet je, al campaigns zijn best wel goed altijd van Call of Duty. Ik moet nog een beetje inkomen, want ik speel normaal op PC. Dus ik weet eigenlijk niet waarom ik dit nu op de PlayStation speel. Maar het zal wel. Nee, zo gaan. Lekker joh, wat vond je ervan? Wat vinden jullie nou eigenlijk van mijn YouTube kanaal, jongens? Ik upload dagelijks, hè. Alleen, ik moet even de video van vandaag nog even inplannen. Ja, eigenlijk, de laatste tijd heb ik een ding in de avond geüpload, de laatste twee dagen. Maar eigenlijk moet ik wel aan mijn schema houden dat ik gewoon in de middag upload. Ik zou even instellen dat nog een video online komt. Oké, echt? Thanks, joh. Nice, joh. Thanks. Thank you. Ik maak ze zelf, hè. Ik zat ooit nog na te denken om een, iemand in te huren voor thumbnails, maar blijkbaar is het dus niet nodig. Ik had een keer iemand ingehuurd, dat was Jesse, maar... Oh, nou. Zijn trio's? Nee. Liever niet. Ik doe nu dit. Editen te nemen. Nee, geen editen. Ik edit zelf ook mijn video's hoor. Dat vind ik juist leuk. Maar thumbnails ben ik niet altijd heel goed mee, vind ik. Ik zou eerder een editor voor thumbnails mee aannemen. Op zich, ja, weet je wat het ding is? Als je dagelijks uploadt en er geen inkomsten van terugpakt, dan is dat best wel duur, weet je. Of, ja, iemand die Photoshop, precies. Maar het hele ding is, als je dagelijks uploadt en je geen zak aan verdient, want ik heb geen YouTube partnership, dan is dat nog best wel duur, zeg maar. Te doen. Dank je zeggen. Dat is een guy. Dat ging moeilijk. Holy shit. Maar ja, weet je, het is best wel duur. Dus eigenlijk kan ik beter iemand aannemen. Als iemand opeens in chat een beetje goed is met Photoshop. En die denkt van, hey, voor promotie wil ik het best wel doen. Ik heb best. En weet je hoe lang ik al aan YouTube doe, chat? Weet je hoe... Ik moet wel iets speciaals volgend jaar doen, hè? Jongens. Ik moet volgend jaar wel iets speciaals doen. Waarom? Dan... Let's go, bro. Dat was ook een kill. Voor Glenn. Maar dat was dus een... ik doe al 9 jaar lang aan YouTube. 9 jaar lang. Op mijn YouTube-kanaal van Pierre, dat is een ander kanaal waarmee ik aan begonnen ben, maar dat bestaat alleen niet meer. Maar ik doe dan 9 jaar lang aan gewoon aan YouTube. Dat is best wel lang. Alleen weet je, I don't know. Er zijn heel mensen die zeggen altijd van, hey, weet je, maar hoe de fuck heb jij dan niet überhaupt 1000 subs gehaald op YouTube? Maar dat komt denk ik omdat ik ook een beetje meer met Twitch bezig ben geweest sinds 2016. Maar like... Hij is lol. Ja, ik heb veel met YouTube gedaan. En ik zat ook ooit nog te denken van, moet ik niet gewoon veel meer YouTube-filmpjes gaan maken ook? Maar wat ik wel wil doen is misschien stoppen met dagelijks uploaden. En wat meer tijd in die video's steken. Wat ik nu eigenlijk doe is, ik highlight mijn streams op mijn kanaal. En ik zou eigenlijk er een beetje een mix van willen maken. Want ik doe meestal op het stream Let's Plays en daar kan je niet heel veel in editen. En ik was bekend om de... en ik was bekend op YouTube om de Funny Moments. Mijn kanaal. Er stond echt in teken van Funny Moments. Maar like, het ding is ook een beetje dat... Dat is een beetje weggevaagd. Omdat ik eigenlijk best wel tijd dat kost. En dacht van, nou weet je... ik wil ook gewoon blijven kunnen uploaden. En ook Twitch kunnen doen. Dus dat eigenlijk. Ja, misschien dat ik binnenkort wel zou denken van, weet je wat, ik upload om de 2 dagen of zo, weet je. En dat ik dan een Funny Moments video om 1 keer per week. En dan kan ik bijvoorbeeld een 10 minuten... Weet je, wat zouden jullie doen? Oh, bro, heb je de... Waar is je dan aan het spelen? Nee, nee. Inderdaad, skin. Ja, dat klopt. Goed gezien.
Maar jongens, ben je niet geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Abonneer even erop. Zou ik waarderen, want ik ga dus wat content ervoor bedenken en alles. Maar ja, chat, wat is nou echt popping, weet je, op YouTube? Wat is nou echt popping op een moment? I don't know, bro. Wat is nou echt popping, weet je? Resident Evil 7, zeker weten. Ja, precies. Alleen is het een beetje een ding wel dat je daar kan je niet echt een funny moments van maken. Maar op zich, de eerste aflevering van Resident Evil Village ging wel heel lekker. Ja, precies. Maar wat het ding is met singleplayers, is dat je ze echt vanaf dag 1 moet uploaden eigenlijk. Ja, weet je wat het ding is? Je moet eigenlijk vanaf dag 1 dat echt uploaden. Ik kan niet zeggen dat... Ik kan nu überhaupt geen goede views... Vergeleken me nu over een half jaar halen met de Resident Evil Village. Dat kan ik ervoor wel zeggen. Over een half jaar, ik denk dat het dan veel moeilijker is om views te pakken met Resident Evil Village dan nu. Absoluut. Dus dat is al over een paar maanden, weet je. Ah, nou, en weet je, dat ding is ook gewoon... Ik denk ook van, weet je, ik zou wel graag zo'n thumbnail designer wel willen inhuren. Voor die thumbnails. Maar nu kost het me alleen maar geld. En het is best wel wat. Thumbnail designer die voor mij eerst deed, Jesse... Die vroeg ook van, ja, weet je, 3 euro per thumbnail. Klinkt weinig, maar als je elke dag uploadt, is dat best wel veel, kan ik je zeggen. Als je elke dag uploadt, dat zijn 30 video's. 30 tot 31 video's per maand. En 3 euro per video is dat best wel veel eigenlijk. Want dan ben je uiteindelijk best wel wat geld kwijt. Dat je eraan uitgeeft. En weet je, en het ding is ook een beetje, je kan op zich wel zeggen van, nou, weet je... Het ding dat ook een beetje is, dat ik ook wel eens zeg van, nou, weet je, hoe heet het, dat je om de zoveel tijd inhuurt ervoor, want dan kan echt heel goede thumbnails maken. Maar ja, weet je, als je om de zoveel tijd doet, dan is wel een beetje een verschil tussen wanneer ik het zelf maak en wanneer hij het maakt. Er zit absoluut een verschil in, dus dan, ja. Oef. Ja, weet je wat, het ding is ook met YouTube, jongen, ik zal het even uitleggen. Met YouTube verdien je niet, zeg maar, centen gelijk. Dat kan niet. Je moet namelijk een YouTube partnership halen. Wat heb je daarvoor nodig? Mensen moeten jouw video's veel kijken. Dus je moet 4000 kijktijd hebben. Dus zouden jullie eigenlijk... Al zouden jullie, denk ik... Al zou ik video's van een half uur uploaden elke dag. En jullie zouden die al, iedereen zou die afkijken van 20 man of zo. Dan zou het wel moeten lukken. Maar dan moet je alsnog die 1000 subs halen. En dat is wel erg lastig. Op mijn trailerkanaal bijvoorbeeld. Daar, daar heb ik al die 4000 kijkuren al gehaald. Alleen nog niet de subs. Maar bijvoorbeeld, ja. Is er een storm net, hoor? Yo, Pizzakoe. What up? Welkom bij de stream. Hallo. Hoe is het met jou dan? Dus eigenlijk, ja, weet je. Ik kan wel zo'n thumbnail design inhuren. Maar op zich, ja, weet je. Voor... Al zou mijn video nu views pakken, heel veel, dan kan je het alsnog niet echt terugverdienen, aangezien je moet, zeg maar, echt de YouTube partnership hebben, anders ben je fucked. En like, ja, yeah. Dus ik denk wel dat ik op zich wel een thumbnail designer zou willen... Kut, had ik niet te doen. Ik zou op zich wel een thumbnail designer willen inhuren, weet je, maar like, dat doe ik echt alleen als ik ook, zeg maar, dat kan terugverdienen per maand, denk ik. Dan is dat wel handig, want dan hoef je ook geen cent eraan uit te geven, maar eigenlijk, want dan heeft het geld uit dat je verdient, maar ja, dus dat is een beetje wat ik aan het denk. Maar in ieder geval, YouTube kanaal moet nog een beetje groeien, dus ja, daar zie ik gewoon van werk vandaag, ik lig een beetje in bed hier naar te kijken, oh jee, wat heb je, koe? Beterschap sowieso, man, kan iedereen even at pizza koe beterschap wensen, even iedereen, dat zou ik heel aardig vinden. Want hij is een beetje ziek dus. Ja, ja. Ik hoop inderdaad dat het beter wordt. Oh. Glenn, you seen this? Oh, heet ik hem niet. Ja, dat was voor Glenn. In één shot. In één shot. Zou ik hem nog pakken? Ik pak het heel snel. Ik ga het heel snel pakken. Hij ligt aan zijn vuur. Daar ga je niet aan. Dat is niet handig. Vuur is niet zo handig.
Dan ben je naar de cirkel gegaan. Maar een beetje werk zit, denk ik, aan de denk je, dat is helemaal goed, joh. Kan gebeuren soms, hè? Shit happens. Wat is nou dat je het eerste potje wint? Dat zou ziek zijn. Dat zou gewoon ziek zijn. Eerste potje. Nou, dan hoeven we gelijk niet verder te spelen. Want ik ga, ik ga door totdat ik win een potje voor Glenn. Als ik niet een potje voor Glenn win, dan kan ik niet blijven. Doei. Ook voor Glenn. Zag je dat? Did you see that shit? Did you see that shit coming? Did you see that shit? Alright, jongens. 4 kills voor Glenn. Eerste potje na lange tijd op console. Dit gaat best wel decent eigenlijk. Als we dit potje al winnen, dan kan ik wel gewoon afsluiten. Dat vind ik gewoon goed. Want als ik gewoon even typ via voice chat en even zeg van ik kan iedereen even lieven. Dan maar winnen. Zouden ze dat doen? Ik dacht, what the fuck, dat was een guy, dacht ik. Lol. Nog even van, is dat een guy, weet je, maar dat was niet zo. Yep. Oh shit. Circle. Pak wel een beetje damage. Oh, kut. Achter me. Verdomme. Kut, sorry. Hou me te pakken. Hij had me. Shit.